Goedemiddag, goedemorgen. Welkom bij een Yoga Sutras satsang. Vandaag gaan we het hebben over 13. In het Engels is het, Swamiji noemt ze yucky things. 13 vervelende, dat soort woorden. Vervelende dingetjes die we tegen gaan komen op de weg. Ik noem ze wel gewoon vervelende dingetjes. En dit is goed nieuws. Dat dit nu op dit moment in de Yoga Sutras aan ons aangereikt wordt. Dus neem deze 13 dingen in je op. En zie hoe waarschijnlijk jij vast wel eens te maken hebt gehad met een van deze 13 vervelende dingetjes. Het is goed nieuws dat we in dit moment van de Yoga Sutras dit tegen gaan komen, omdat het een waarschuwing is. Patanjali, de school Patanjali, de lijn, de lineage van Patanjali, die was bekend met dat dit plaatsvindt. Dit is opnieuw, dit is algemene wijsheid die de yogis weten dat dit plaatsvindt. Dus door het met ons te delen, hoeven we niet zo van slag te zijn als het ook met ons gebeurt. Want als hun het wisten, dat betekent dat het ook toen de tijd ook gewoon normaal was dat het met hun gebeurde en wouden ze hun leerlingen daarvoor waarschuwen. Dus dat is het goede nieuws van vandaag. En vandaag is het goede nieuws van de 13 vervelende dingetjes. Als jullie een beter woord hebben voor yucky things, dan sta ik open voor suggesties. Yucky dingetjes, yucky dingen. Yucky is inderdaad ook gewoon een Nederlands woord, yucky. Ja, yucky. Yucky dingetjes. Zo, tot nu toe rust ons hele gesprek op de 4 sutras die ons yoga aanbieden in de meest beknopte, samengevatte vorm, dat yoga het bemeester is van de beweging in het veld van de mind. Dat is onder andere, en meeste zijn dat de 4 functies van de mind, manas, chitta, ahamkara en buddhi. Die zijn zo onwijs belangrijk. En het is ook mijn eerstvolgende animatie die ik ga maken, want het is gewoon nodig, echt zo ontzettend nodig om die te begrijpen. Zonder dat te kunnen herkennen en dat te kunnen observeren binnen in jezelf, zodat het proces van bemeesteren en trainen en dat ze met elkaar gaan luisteren en gaan samenwerken, dat is het. Een van de allerbelangrijkste, want we zullen straks in hoofdstuk 2 zien dat het verbond wat op dit moment aan de gang is, wat in Sutra 4 al benoemd wordt, is dat het zelf zich gelijk te identificeren met die beweging in het veld van de mind, moet doorbroken worden. Hoe gaan we dat doorbreken? Daar hebben we onderscheidingsvermogen nodig. Viveka khyati, dat is de allerhoogste onderscheidingsvermogen die uiteindelijk zelf tot laatste soort van draadje nog kan doorknippen. Van hé, ook dat is niet wie ik ben. Dus ons onderscheidingsvermogen, dat is waar de hele weg over gaat. Die mag super, super, super scherp worden. En wat is die beweging in het veld van de mind? Dat onder andere kan onderscheiden, dat is buddhi. Dus de hele practice gaat over het verscherpen van buddhi. Maar buddhi kan scherp zijn, maar daardoor gebeurt Narodha nog niet. Ze moeten met de rest, alles moet samenwerken. Want anders doet zijn eigen ding, ego vertegenwoordigt zich nog steeds als zijn. Hey, ik ben alles, in plaats van ik vertegenwoordig het zelf. Dus het is vooral die samenwerking van die 4 functies van de mind, wat de basis is van deze tekst. Leren herkennen in jezelf, leren bemeesteren en die 4 leren laten samenwerken. En dus dat is het hele fundament wat we tot nu toe waar we op aan het bouwen zijn met allemaal kleine details, zodat dat hele proces steeds duidelijker wordt. Ach, nog meer mensen aangeschoven. Hi Tushin, hi Anna, hi Mabel, hi Helene. Leuk. Nou. Dus dat is de basis, dat we het onderscheidingsvermogen mogen vergroten. En dat is dus wat ook als het fundament hier in blokje 1 wordt aangereikt. De reden dat dit plaatsvindt is door die kleuringen. Dat lijkt plaats te vinden. De kleuringen, de kleesjes, en dat wordt later hoofdstuk 2 nog verder uitgelegd. Dat is dat verbond wat aangegaan wordt. Hi Miranda. Goedemiddag. Dus na die basis wordt ons gelijk uitgelegd dat er 5 soorten vrittis. En die worden hier dan besproken in Sutra 5. Dan wordt uitgelegd dat deze hele reis kan plaatsvinden als je constant beoefent en steeds meer gaat rusten in ongehechtheid. Dat is het fundament van je practice. Hoe steviger dat fundament is, hoe makkelijker het natuurlijk wordt. Dat is dit blokje hier. Dan worden we gelijk in het diep gegooid ten opzichte van de lagen van vritti die we tegen gaan komen. De categorieën van vrittis. Waarop je op samadhi in kan gaan. Waardoor het onderscheidingsvermogen scherper en scherper en scherper wordt. Dus dat wordt hier uitgelegd. Voor de mensen, sommige mensen komt samadhi makkelijk, niet voor iedereen. Daardoor wordt het vijfvoudige pad uitgelegd. Dus het stapelt zich allemaal op. Het wordt steeds meer compleet in de zin van het wordt steeds duidelijker hoe we dat in blokje 1 kunnen bewerkstelligen. We hebben daarvoor vertrouwen nodig, Sradha, we hebben inspanning nodig, Wirya, we hebben herinnering, constante herinnering nodig van het weg, Smriti, zodat samadhi komt. Zodat de prajna komt, dus de supreme knowledge, de hoogste, allerhoogste weten. Want door dat weten, dat is hoe ons onderscheidingsvermogen wordt verscherpt. Als we door samadhi gaan zien wat we niet zijn, want samadhi, zullen we gaan zien in hoofdstuk 2, is het gereedschap om die kleesjes, die in sutra nummer 5 al gelijk genoemd werden, om die te doorbreken. Dus we hebben onderscheidingsvermogen nodig. Het is nog vroeg. Voor mij hier is het nu 9 uur. Het is helemaal niet vroeg, maar aan het uur wakker. Het onderscheidingsvermogen hebben we nodig om dat verbond te doorbreken. En samadhi is het gereedschap. Daardoor komt prajna, daardoor verscherpt het onderscheidingsvermogen, daardoor verbreekt het verbond. Zo zijn we nu al met 22 sutra's bezig. Vorige week een heerlijke blokje over je oom. In de zin dat oom het alles doordringt. Het is de directe route naar zelfrealisatie. En alles wat we tot nu toe gedaan hebben heeft ook te maken met oom. Daarom blijf ik deze kaart erbij halen. Dan blijf ik deze kaart erbij halen. Want dit is ook een kaart van oom. Want het is hier, dit is de A, dit is de oe, dit is de m. Dit is niet leuk zo verdeeld van nou, dit noemen we m, dit noemen we u, dit noemen we a. Nee, het vertegenwoordigt dat. En oom is de klank waaruit dan ook al dat zo is ontstaan. En door 1 oom te volgen kan je ook daadwerkelijk met 1 oom. Als je hem goed zou volgen, als je echt alles binnenin a, alles binnenin oe en alles binnenin m loslaat, dan kom je hier uit. Dus oom wordt gebruikt als voor meditatie, oom wordt gebruikt tijdens meditatie, oom wordt gebruikt voor contemplatie, oom wordt gebruikt voor japa, oom wordt gebruikt voor dagelijks bewustzijn. Het heeft allemaal hier mee te maken. Dus dit is de directe route. En dus eigenlijk wordt in de Yoga Sutras ook gewoon de hele route uitgelegd. En ook al noemen ze oom de directe route. Het is niet dat de rest van de Yoga Sutras een omweg is. Want alles heeft met elkaar te maken. Want sutra's is een draad. Dus het is 1 grote draad op weg naar het topje van de berg. Of het is een kleedje waarin alles met elkaar verweven is. Als zijnde 1 kleed, 1 vliegend tapijt waarmee je naar het zelf vliegt. Dus met dat allemaal gezegd, wordt in principe alweer de hele weg is duidelijk. Dus op je weg naar het zelf wordt er dan gelukkig nu even herinnerd dat dat niet een vlekkeloze weg is. Dat die weg vol met obstakels ligt. En dan is dat dus te verwachten. Dat er obstakels komen. En dat is waar dit blokje vandaag over gaat. Het zijn maar 3 sutra's. Maar het is heel fijn om soms regelmatig eraan herinnerd te worden. Dat de yogis dit wisten. Dat ze wisten dat als ze hun leerlingen aan het begeleiden waren. Want iets wat we mogen onthouden, iets wat Swami Rama zegt, en hij is niet de enige, maar waarvan wij het gehoord hebben, is dat dit een outline, deze sutra's, deze hier die je op deze hele, in het hele overzicht zo ziet, deze 196 sutra's, oh die zie je niet, want ik sta nog steeds op solo. Deze sutras allemaal was een overzicht voor de leraar, voor de yogi die het zelf bemeesterd had, om de leerlingen in te begeleiden. Zodat de leraar, ik weet dat Swami Jay bijvoorbeeld zichzelf geen leraar noemt, hij is gewoon een yogi die deelt, in de zin van, aan de andere kant ben je altijd student, maar het zet je in een bepaalde verhouding. Leraar en leerling. En dat betekent ook dat je net doet alsof je alles weet. Nee, hij heeft het beoefend. Hij weet iets. Hij geeft het door. En ik kopieer die mening in de zin van dat ik mezelf ook allesbehalve dat nog vind. Maar dit is wat ik weet en dit is wat ik met jullie deel. En dus naar aanleiding van deze lijst kunnen we in allerlei verschillende onderdelen duiken. Dat is wat we ook doen. Daarom is Swamiji gebundeld, zodat het heel makkelijk wordt om een blokje sutras die met elkaar te maken hebben, op tafel te gooien. Om ons yogis die de weg bewandelen eraan te herinneren wat er allemaal bij komt kijken om deze weg te lopen. En een van de dingen die dus daarbij komt kijken, zijn dat er obstakels zijn. Nogmaals, dit is goed nieuws. Het feit dat de yogis ons wouden waarschuwen. Het feit dat ze dit hebben toegevoegd. Bij dat ze dit hebben toegevoegd om ons aan te herinneren, om ons te waarschuwen, om ons voor te bereiden, is ook uit compassie en ook om ons te laten zien dat we niet slechte yogis zijn of slechte leerlingen zijn als dit plaatsvindt. En soms is het een beetje lastig om dit te herinneren op het juiste moment. Want als je er namelijk midden in een van deze yakkie dingetjes zit, van deze vervelende dingetjes zit, dan is het vrij logisch dat de mind niet hieraan herinnerd wordt. Dus dan is het soms fijn dat als je zo door iets heen gaat, wat vervelend is, wat de yakkie is, dat iemand anders dan, met je, dus dat is wat ik probeer vaak te doen, om je te herinneren, hey, weet je nog dat er in de Yoga Sutras dit stond? En dat je naar die lijst gaat kijken, en dat gaan we dus dan ook nu doen. En dat je waarschijnlijk behoorlijk wat dingen tegenkomt die je waarschijnlijk misschien allemaal al wel hebt eens meegemaakt tijdens je weg. Als gevolg, als obstakel, als gewoon omdat je de weg loopt, kom je deze dingen tegen. Nou, dus maak je borst maar nat. Dat heb ik Swamiji geprobeerd in het Engels uit te leggen. Oké, make the chest wet. En hier komen ze. Vanzelfsprekend kom je op het pad 9 verschillende afleidingen tegen als zijnde obstakels. Namelijk lichamelijke ziekte, neiging van de mind om niet efficiënt te functioneren, twijfel of besluiteloosheid, gebrek aan aandacht voor het nastreven van de middelen die leiden tot samadhi, luiheid in zowel mind en lichaam, het niet kunnen reguleren van de wensen voor wereldse objecten, verkeerde aannames of gedachten, falen in het bereiken van een stadia in de practice, in de beoefening, en instabiliteit in het behouden van een niveau van practice, van beoefening, zodra het is bereikt. Check, 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 check. Alle 9. Laat ik het nog een keer doorlezen. Lichamelijke ziekte. Soms is het dus dat je ziek wordt en dat is of een gevolg van het proces of gewoon dat is een obstakel die je tegenkomt. Yogis worden ziek, oftewel dat het lichaam is nog steeds onderheven aan virussen, aan bacteriën en ouderdom en uiteindelijk sterft. Dus, dat ga je tegenkomen. Dus, als het zo is, geef je niet zelf van, oh nee, shit, dit had ik niet moeten doen. Ik ben niet goed in mijn practice bezig. Nee, het lichaam wordt gegarandeerd ooit een keertje ziek. hoort erbij. Lichaam is niet het zelf. Dus het lichaam is onderhevig aan ups en downs en gezondheid en ziekte. Dus het lichaam wordt ziek. Dat is de eerste van de 9 die gelijk wordt genoemd als zijnde afleidingen. Die komen, dus die leiden je af van de weg. Dus oftewel, we kunnen ervoor kiezen dat als dit plaatsvindt, om ons niet te laten afleiden. Door oké te zijn met dat deze 9 jakkie dingetjes gebeuren. Om te kijken of we ze niet als zijnde afleidingen kunnen laten plaatsvinden. Ook al zijn ze dat wel, en dat maakt ook niet uit, om ergens de continuïteit vol te houden. Zelfs als je ziek bent. Zelfs als je bijvoorbeeld in bed ligt met een enorme griep. Dan kan zelf, en je kan niet echt rechtop zitten voor practice, omdat het fysiek gewoon te zwak is. Of je hebt een operatie gehad, of nog erger, een langdurige ziekte. En als je daar ooit tegen aankomt en je hebt op dat moment geen inspiratie met wat je kan doen, overleg, ga naar de keukentafel, satsang of naar een andere vorm van een groep waarvan je weet dat ze oefenen. Of kom naar mij toe, wat kan ik doen? Want elke situatie zou je ook nog steeds kunnen gebruiken om die abhyasa, om die constante beoefening vol te houden. Zelfs tijdens lichamelijke ziekte. En dus ook kan je niet rechtop zitten. Japa kan bijvoorbeeld altijd gedaan worden. Ook al wordt shushumna, gaat niet open, contemplatie kan altijd gedaan worden. En je zou merken als je lichamelijk ziek bent, dat de lijn tussen bewust en onbewust een beetje vaag wordt. En dat je dagdroomt en dan weer slaap valt. En dat je heel veel kan leren op dat moment van de onbewuste mind. Die op dat moment wat vrijer in het zicht beweegt. En dus ook opnieuw kunnen dat soort momenten, prachtige momenten van aha zijn ten opzichte van het begrijpen van oom, begrijpen van de weg. En dus het verscherpen van buddhi. Zelfs al lijkt buddhi op dat moment er niet te zijn. Maar dat is de eerste. Laten we vooral doorgaan. Neiging van de mind om niet efficiënt te functioneren. Nou is het sowieso dat op de weg van Naroda de mind als beginpunt al niet efficiënt functioneert. Want dat is het hele spel van de Yoga Sutras, om de mind beter te laten functioneren. Om de 4 functies van de mind te laten coördineren. Maar soms zal je gewoon merken dat ondanks je dat langzaam aan het verscherpen bent, dat er soms gewoon dagen bij zijn waarin het lijkt alsof alles een beetje scheef staat. Dat gebeurt. Herken het zover je dat kan en weet dat het een van die 9 jakkie dingetjes is. En dat helpt, omdat er soms een beetje paniek kan ontstaan als de mind niet tot behoren functioneert. Als je het idee hebt dat je gestoord aan het worden bent of dingen aan het vergeten bent. Of gewoon even een soort van kortsluiting in de mind hebt. Dus dat is opnieuw voorspelbaar. Patanjali, de school die deze tekst heeft opgesteld. Die toen op tijd gewoon ook al beoefend werd. Dus die niet nieuw was. Dus het is iets wat mensen in die duizenden jaren al zijn tegengekomen. Dus de derde is twijfel of besluiteloosheid. Ook omdat natuurlijk nog steeds die 4 functies niet met elkaar kunnen functioneren. En buddhi nog niet scherp genoeg is twijfel ook iets wat je tegen gaat komen. We zijn aan het leren om die innerlijke wijsheid die in ons zit naar voren te halen. Om daarmee in contact te komen, om buddhi op de voorgrond te krijgen. En daar dus beter en beter in te gaan tappen. Maar opnieuw, soms zullen er momenten zijn dat je weet dat je het zou moeten weten, maar op dat moment gewoon twijfel hebt. Is dit wel de goede weg die ik bewandel? Komen we bijvoorbeeld wel tegen. Mensen met een wetenschappelijk georiënteerde mind, oftewel dat is wat de maatschappij is waarin we leven, die is wetenschappelijk georiënteerd en die is tot een bepaalde mate ook dogmatisch. Dus die dogmatische houding van de wetenschap kan soms een obstakel geven en twijfel geven van maar is er wel wat voor beide zintuigen? En op allerlei manieren kunnen we in twijfel gebracht worden of we wel de goede weg lopen. En opnieuw is dit dus voorspelbaar, dat twijfel onder de weg gaat plaatsvinden, dat het komt. Nou hoef je het niet op te zoeken, maar we hoeven niks van deze jakkie dingen op te zoeken, ze komen vanzelf een keertje voorbij, maar twijfel opnieuw hoort bij de weg. Dus dan hoeven we niet uit het lood geslagen te worden door dit soort momenten tijdens de practice. De practice zal altijd een beetje fluctueren tussen hele scherpe momenten en dan voelt het weer alsof je achteruit gaat. Maar er is altijd een soort van spiraal, zeg maar, die omhoog gaat, waarin je langzaam door up en down en omhoog en omlaag toch langzaam klimt. Maar is samshaya er eigenlijk niet altijd in min of meerdere mate? Dat denk ik wel. Dan zullen we kunnen zien met alle, dat is de vraag die gesteld wordt, of samshaya, de besluiteloosheid, de twijfel, er niet altijd in meerdere mate is. En dat kunnen we zien, dat eigenlijk is het lichaam, als het niet, als we zouden kunnen zeggen, als Kundalini niet wakker is, dan is het lichaam altijd in een bepaalde zwakte. Dat de mind niet volledig efficiënt werkt, komt omdat die vier functies dus van de mind nog niet werken. We zouden kunnen zeggen dat ze er allemaal in een bepaalde mate altijd zijn. En dat het langzaam deze obstakels worden weggehaald. Maar dan alsnog, uiteindelijk, ook al heb je het zelf gerealiseerd, dan alsnog kan het lichaam ziek worden. Dus ook al heb je een bepaalde mate bereikt, bepaalde dingen die niet eeuwig zijn, het zelf is het enige wat eeuwig is, dan wees niet verbaasd dat zelfs als je zelf realiseert, Swami Rama kreeg kanker. En dat was natuurlijk, daar kunnen we een hele andere satsang over spenderen, in de zin van dat yogis kanker bewust laten groeien. Dat Swami Yogananda, uiteindelijk moet het lichaam ergens aan doodgaan. Dus ze zeiden, oh, hij was zwaar overgewicht, daardoor had hij een hartaanval. Weet je, daar kunnen we over speculeren, daar wil ik geen mening over opdrukken. Ik denk dat dat soort yogis bewust hun lichaam inzetten en tot het volledig gebruik maken. En op een gegeven moment moet het dood, dus ergens aan moet het overlijden. En op een gegeven moment houdt iedereen zijn hart op met kloppen. Dus dan is het altijd een hartstilstand uiteindelijk. Maar inderdaad, twijfel, dat is waar we het ook al gehad hadden over Sradha. Over vertrouwen dat gebaseerd is op direct zelf ervaren. Dus niet aangenomen geloven, maar geloof dat je vanuit binnen in je eigen wijsheid hebt laten ontstaan. En dus heel sterk is. Als dat gaat toenemen, dan neemt de twijfel ook af. Dus het is er inderdaad altijd in bepaalde mate. Want je weet nog niet 100% dat je het zelf bent. Totdat je het natuurlijk zelf hebt ervaren. Maar hoe scherper buddhi wordt, ook al is er dan nog niet de directe ervaring, hoe scherper buddhi wordt, op een gegeven moment gaat buddhi toch meer en meer in een vertrouwen rusten, waarin het als functie weet, dit is wie ik werkelijk ben, ook al heb ik het nog niet bereikt. Dus ego, niet, weet je, val niet in de valkuil dat... Val niet in de valkuil, ego, dat we er al zijn. Want ego die kan dan denken, ik ben het zelf, het ware zelf. Op een gegeven moment weet buddhi, misschien 99,99% wel, hey, zo werkt het. Omdat dat vertrouwen, dat rusten in dat gevoel van innerlijke wijsheid, van buddhi, wordt wel sterker. En dan nog zullen er dagen zijn, weet je, dat als dat eenmaal bereikt is, dan nog zullen er dagen zijn waarin in één keer toch weer de twijfel toeneemt. En je dan weer door middel van dezelfde practice weer naar een houding komt van weten. Dus het geeft aan dat de weg schommelend is. En ze zeggen ook wel dat de weg zo scherp is als de bovenkant van een mes. Van een razor, van een scheermesje. Dus dat is een heel dun mesje waarop we lopen. En hoe snel kunnen we ervan afvallen? In de zin van dat als twijfel, dat spontaan gegarandeerd, zeg maar, gewoon dat hoort erbij, omhoog gaat komen als we daar ons mee gaan identificeren. Ja, dan kan het gevaarlijk worden, in de zin van dan kan het ons echt van de weg afhalen. Ziekte kan ons van de weg afhalen. Als we toestaan dat we niet onze mind stabiel houden, maar meegesleept worden in als het inefficiënt werkt, ja, dan kan het natuurlijk heel dramatisch, zeg maar, niet zo positief eindigen. Dus ja, je observatie is correct. dat die twijfel er altijd in een bepaalde mate is. En soms is er gewoon wat meer en soms is die wat minder. En dus als die er wat meer is en die echt behoorlijk aanwezig is, dat we er dan niet door te veel door afgeleid worden, maar beseffen dat het erbij hoort. Dus dat je niet een slechte yogi bent als je dit tegenkomt, maar dat die twijfel een beweging is in het veld van de mind en dat we daar dus naar kunnen kijken. En dat we daar dus met buddhi langzaam achter kunnen komen dat dat niet nuttig is. Dat je dan uitgenodigd wordt om sterker te gaan staan in wat je wel weet. En dus uitgenodigd wordt om die innerlijke wijsheid naar voren te halen. Want die zit er. Buddhi weet altijd, 100%. Buddhi heeft nooit twijfel. Twijfel is iets wat bovenop buddhi wordt gelegd. Dus als de twijfel weggehaald wordt, dan komt die spontaan dat 100% weten van buddhi, die altijd weet wat nodig is en altijd weet wat de juiste weg is en altijd weet wat de juiste richting is en beslissing is en reactie is of wat het moet doen. Dus de twijfel ligt daar bovenop als zijnde extra beweging in het veld van de mind. En de volgende dan, we gaan gewoon lekker door vandaag, is het gebrek aan aandacht voor het nastreven van de middelen die leiden tot samadhi. Dus de aandacht is nog niet scherp genoeg, waardoor het moeilijk is om al die stapjes richting samadhi te doorlopen. Dus de volgende is dat gebrek aan aandacht. En dus opnieuw, we kunnen zeggen, dit hebben we allemaal. En de ene dag is het sterker, de andere dag is het minder sterk. In het nastreven naar samadhi, dat achtvoudige pad wat we in hoofdstuk 2 gaan tegenkomen. De mind kan lui zijn, het lichaam kan lui zijn, de tamas guna kan overheersen, de ene dag minder dan de ander. Dus als er luiheid ook plaatsvindt, heb het door. Zie het als een obstakel, weet dat dat iets is wat natuurlijkerwijze, zeg maar, tegengekomen wordt op de weg. Want dat is nog steeds iets wat ons niet gerealiseerd maakt. Nee, het is geen Nederlands woord. Even kijken, het is een Nederlandse zin. De tamas is iets wat overwonnen mag worden. Alles mag naar sattva worden gebracht. Tamas is niet alleen maar slecht. Tamas is ook stabiliteit. Dus het hoeft niet compleet uitgeknikkerd te worden. Maar als luiheid aanwezig is in het lichaam, dan is dat iets wat een obstakel is. En dus ook goede nieuws aan gewerkt kan worden. Het blokje wordt trouwens afgesloten met het goede nieuws. Dat er een oplossing is. Want daarom heet het obstakels en oplossingen. Dus er is een oplossing voor al deze 9. En er komen er straks nog 4 bij. Dus 13 yakkie vervelende dingetjes. Dit is ook iets dat fijn is om te herkennen. Het niet kunnen reguleren van de wensen voor wereldse objecten. Er kunnen dagen bij zijn. Je kan bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is ook wat je waarschijnlijk wel herkent. Dus je bent een hele mooie retreat geweest. Een weekend, een week. En je hebt een hele fijne, langere practice gedaan in de zin van zitten op je kussentje. En Anne zegt gelukkig dat er oplossingen zijn. Inderdaad, gelukkig. We hebben een hele fijne retreat gehad. We hebben langere meditaties gedaan. Het voelt allemaal weer fijn van binnen. Je hebt even weer wat dieper mogen gaan. Of alles is weer even op een rijtje gezet. Je bent met mensen geweest die ook beoefenen. Wat altijd heel fijn is. En dan ga je weer terug naar de familie. Of naar de buitenwereld. Waar niet iedereen beoefent. En waar daar meer te doen is. Omdat je meer doet die verplichtingen op je hebt genomen dan dat je in die paar dagen van die retraite hoeft te doen. Er moet in één keer weer afgewassen worden bijvoorbeeld en gekookt en al dat soort dingen. En dan gebeurt het heel vaak dat daarna de mindset zegt van oh, nou wil ik dit doen en dit doen en dit doen en dit doen. En dat je misschien bijvoorbeeld niet zo gezond gaat eten of dat je zin hebt om te shoppen of iets ook maar van externe stimulans wil van de zintuigen. Dat is opnieuw te verwachten. Dat hoort opnieuw bij het geleidelijk aan trainen van die mind, van die totaliteit, van het veld van de mind. Dus soms heb je gewoon zo'n dag, weet je, we zeggen als de mind niet wil mediteren, dan forceer het niet om te mediteren. Dat klinkt misschien raar, want je zegt ja, maar het moet toch gedisciplineerd worden. Discipline komt voort uit verlangen, uit iets willen. Discipline is niet iets wat opgelegd wordt. En gelukkig gebeurt het niet vaak meer, maar het gebeurt nog steeds. Als de mind soms zo'n dag heeft, of een ochtend, of een middag, of een avond, dat het gewoon niet wil zitten voor meditatie. Dan ga ik bijvoorbeeld ook gewoon echt letterlijk zitten op een meditatiekussentje. Oké, mind, we hebben vandaag geen zin. Ik ga je niet dwingen, want ik ben je zo dankbaar voor je vriendschap. Is er iets wat ik voor je kan doen? Waarom wil je niet mediteren? Wat houdt ons tegen? Om even te kijken of het een dialoog wil. Soms wil het niet eens praten. Oké, wat wil je dan doen? Ik wil een film kijken. Nou, gebeurt dit elke dag? Of gebeurt het een hele week lang? Dan kan je je afvragen of van, misschien is dit een afleiding. Maar soms is het gewoon beter om daaraan toe te geven. Want we zijn langzaam die vriendschap aan het opbouwen met mind. En in een vriendschap wil je nooit iets dwingen. In een vriendschap is het een wederzijds geven en ontvangen. En dus soms mag je dan ook zeggen, oké, vandaag heb ik gewoon zin om naar die patattent te gaan en friet te eten. Weten dat het tamas is en weten dat het niet goed is. En al wat blablabla, yogis, dadadadada. En soms is dat gewoon wat nodig is. Omdat soms van die wereldse objecten gewoon zo sterk naar voren komen dat je ze niet kan reguleren. In de zin van dus dat het niet gek is dat je soms even buiten de boot valt van wat je normaal standaard zeg maar doet. Of wat je normaal zou willen of in je ideale situatie het liefst zou willen behouden. Het hoort er gewoon bij dat soms van die wensen in één keer heel sterk omhoog komen. En dat je dus in één keer die wensen voor de wereldse objecten, voor wereldse stimulans niet kan weerstaan. En nou ja. Dan is dat gewoon, merk het allemaal op. Dat is het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is opmerken dat dit plaatsvindt. Nou, dan hebben we daarnaast nog het feit dat we totaal dingen verkeerd kunnen aannemen. Dat is niet dus in pramana leven, in de juiste vrittis. Ik heb geleerd van Swami Rama hoe je dat correct uitspreekt. Niet pramana, maar ik hoorde Swami Rama in de video uitzeggen dat het pramana is. Dus de eerste vritti, de juiste, correcte observaties is pramana. Oeps, zegt al 8 jaar verkeerd. En dan heb je ook viparjaya, wat ik waarschijnlijk ook verkeerd uitspreek. En dat zijn verkeerde aannames. Die hebben we gewoon. En die kunnen ons soms in bepaalde niet zo nuttige situaties leiden. Door verkeerde aannames te nemen, kunnen we in bepaalde situaties terechtkomen. En oeps, opnieuw, dat hoort er allemaal bij. Dat is het reguleren van die 4 functies van de mind. Zodat langzaam alle andere vrittis, dat ze pramana worden. En dat ze de juiste observatie worden. En dat we ons beter en beter kunnen laten leiden door die buddhi. In het bewandelen van de weg. Dus met al dat lukt het ons ook soms niet om een bepaald stadia van practice te bereiken. Dat is het mooie van onze systematische beoefening. Elke dag, elk oefenmoment opnieuw, gaan we kijken hoe ver de mind vandaag wil. We beginnen met asana's om te ontdekken hoe het lijf erbij staat. Zodat we daar de obstakels kunnen observeren en daarmee aan de slag kunnen gaan. In het bewandelen van die weg inwaarts, als het lijf eenmaal soepel is gemaakt en je komt erachter van wat er wel en wat er nog niet lekker loopt en je geeft hier wat meer aandacht aan of je doet wat meer heupopeners, want je merkt dat je daarin stijf bent of het rug heeft wat aandacht nodig. Dan neem je dat allemaal mee naar de ontspanning, zodat je je lichaam kan gaan scannen en dan kan systematisch de gifstoffen, de spanning in de spieren los kan laten. Dan gaan we omhoog, gaan we kijken, zitten voor meditatie in de meditatiehouding, maar we gaan eerst spelen met de adem. En als we het een beetje goed hebben gedaan, dan hebben we de diafragma losgemaakt tijdens de asana's. We hebben de zenuwstelsel laten ontspannen tijdens de ontspanning. En moet diafragmatisch ademen nu wel zo'n beetje te doen zijn. Dan kunnen we met die diafragmatische ademhaling de verstilling ingaan door naar 2 tot 1 te gaan. We kunnen de ademhaling wat krachtiger gebruiken om de shushumna wat te openen. Daar hebben we allerlei vastrika, balabhati, ahimsa, al dat soort dingen voor. Dat bouwt zich allemaal op om de shushumna te openen, waarin de beide neusgaten compleet vrij stromen. En dat is de eerste wat we willen bereiken in onze meditatie-practice. Nou heb ik het hier gewoon even over practice, want we hebben natuurlijk allerlei verschillende practices, contemplatie en japa en al dat. En daar slaat ook deze yakki dingetje slaat daarop. Maar ik heb het nu even specifiek gewoon over onze systematische meditatie-practice. Soms wil die shushumna niet open. Soms merk je dat het enige wat je doet is rechtop zitten en die diafragmatische ademhaling bewerkstelligen in de zin van dat je toelaat staan dat het systeem meer en meer ontspant, zodat die diafragmatische ademhaling gaat komen, dat je je borstademhaling los kan laten. Want wie weet is er iets heel heftigs gebeurd die dag of die week, of zit je in een wat meer intense situatie in je familie of op je werk en is dit wat er op dat moment gewoon, dat is het. Dit is wat er aan de hand is. De buitenwereld beweegt constant. Constant komen er situaties, gaan er situaties en beweegt het om ons heen. En dat is wat onder andere de practice zo moeilijk maakt, want het is niet elke dag hetzelfde. De buitenwereld verandert, er komen dingen van binnenuit, komen er omhoog. En die combinatie met hoe je op dat moment erin staat en wat op dat moment allemaal om je heen en in je gebeurt. Weet je, dat heeft effect op de meditatie. Dus elke keer weer lopen we dezelfde route af om te kijken hoe ver we vandaag komen. Soms zit je binnen in een hele korte tijd, bam, de seizoen is open en je bent teruggetrokken van de wereld en de meditatie is fantastisch. En soms lijkt het een eeuwigheid, misschien zelfs wel verschillende dagen, voordat je weer een beetje die stabiliteit van shushumna ontwaken voor elkaar krijgt. Dus daarom lopen we die systematische practice constant, omdat we elk practice beoefening moment willen kunnen kijken hoe ver wil de mind vandaag, wetende dat dit kan gebeuren, deze wat hier in de sutra staat, dat we niet dat het behalen van een stadium van practice, in dit geval heb ik gespecificeerd de meditatiebeoefening, lukt het dus niet altijd om helemaal vredelievend in het hart te rusten of in de plek tussen de wenkbrauwen. Oké, dat hoort erbij. Gaan we gewoon elke dag liefdevol, gestaag, geleidelijk verder. En langzaam zul je merken dat er toch meer en meer gebeurt, in de zin van dat meer en meer een constant wordt. Langzaam zal je merken in je practice dat bepaalde dingen steeds meer en meer gewoon standaard gaan lukken. Recht zitten, leren ontspannen, dat wordt niet meer een practice, maar het wordt een skill, het wordt een vaardigheid. En dus langzaam zou je natuurlijk merken dat falen om dit te bereiken, bepaalde stadia, minder wordt. Nou, de laatste daarbij, in deze lijst van 9... is dat als je dus dan wel lukt om die shushumna bijvoorbeeld te openen, dat het ook weer niet gegarandeerd is dat je dat dus nu vanaf dan elke practice kan doen. En dat je dus daarin instabiliteit hebt om een bepaald niveau van practice te behalen. Dus deze combinatie, het niet bereiken en het niet behalen, blijven behouden van practice, is iets wat erbij hoort. Dat wetende, opnieuw, misschien is het allerbelangrijkste is dat we onszelf dan niet kwalijk nemen en dus denken dat we niet goed beoefenen. Dit hoort erbij. Wordt er niet luider, wat een van de vervelende dingen is. Maar wees bewust van het feit dat dit vanzelfsprekend tegengekomen gaat worden. En dit is een onderdeel is van het opbouwen van vertrouwen en het opbouwen van die energie, die Wirya, die doorzettingsvermogen, om ondanks deze yakki dingetjes door te blijven gaan. Ondanks dat deze obstakels op de weg gegarandeerd vanzelfsprekend tegengekomen gaan worden. Gewoon lekker doorgaan. Dat is het enige wat je kan doen. Op een gegeven moment ben je toch al de pineut, want je weet dat er geen weg terug is. Je weet te veel, je bent te ver. En dus zit er niks anders op dan vol innerlijke kracht deze obstakels geleidelijk aan tegenkomen, doorbreken en langzaamaan daarin dan natuurlijk het doel te bereiken waarin alles nu rode haar gaat. Dus die hebben we al die mooie woorden die erbij horen. Eerlijk gezegd ken ik deze woorden niet. Bijvoorbeeld dit was een woord dat ik begreep uit de vraag dat het er ergens tussen moest staan. Maar deze ken ik niet uit mijn hoofd. Wel ben ik me behoorlijk bewust van deze lijst. En het is gewoon goed om er af en toe doorheen te gaan. Omdat het dan meer en meer gekoppeld gaat worden aan directe ervaring. In het kunnen herkennen van, oh ja, net zoals dat Maria wel deed. Ja, alle 9 en daar dan om moest lachen. En op die manier houden we ze in het vizier, zeg maar. En Anouk zegt de oefening in ahimsa, inderdaad. Liefdevol naar onszelf. Ook als andere mensen hier doorheen gaan. Ook daar liefdevol naar te zijn en niet tegenaan te pushen. We hoeven ze niet, weet je wel, zeker bijvoorbeeld in een groep waar we regelmatig samenkomen. Zowel online als in het echt. Dat vind ik zo fijn aan de Dutchies, zoals we ze noemen, de Nederlanders. Is dat er een vriendschap aan het ontstaan is. En dat we mogen uitkijken dat die vriendschap niet langzaam overgaat in waar de een bedweterig naar de ander, zeg maar, probeert te onderwijzen. Dat is altijd een hele delicate lijn waarin je elkaar kan stimuleren als vrienden en niet, zeg maar, als elkaars psychologen of als zijnde elkaars, alsof je de externe boeddhi bent van iemand anders en de ander dus, hoe zeg je dat? Erop projecteert of veroordeelt wat diegene moet doen met ten opzichte van zijn practice. Iedereen heeft zijn eigen weg te bewandelen. Soms kaders worden tegengekomen, dit soort yakkie dingen worden tegengekomen. En als groep zijn, dan kunnen we dat inderdaad met ahimsa, met geweldloosheid, met een zachtheid van niet tegen iemand aanduwen, wel vriendschappelijk er voor elkaar zijn. En dat is ook heel mooi wat ik zie in deze groep en in de keukentafel satsang die we recent hebben opgericht om wat meer privé, want het is een gesloten groep, met elkaar deze weg te kunnen delen. Want het is heel fijn om dat te voelen, dat je gesteund wordt, niet alleen bent. En met z'n allen, één boeddhi weet veel, maar als iedereen zijn boeddhi op tafel staat, zeg maar, dan kan die ene net even wat zeggen wat beter binnenkomt op de een of andere manier. En daar gaat het vooral om. Dat niet uit wie het komt, maar dat degene die op zoek is naar wat vriendschap en begeleiding, dat die geholpen wordt. Dat heb ik iets geleerd, dat heb ik van Swami Jay geleerd, is dat is wat hij doet. Hij gaat het gesprek aan, hij haalt die muur weg als het ware, of dat podium, de verhoging tussen hem en de mensen met wie hij omgaat. En in groepsgesprekken loop je het risico omdat dingen finaal uit de hand kunnen lopen. Maar als het goed begeleid wordt, dan komt er dus ook veel meer wijsheid naar voren. En dat heb ik van hem geleerd. Ik heb dat hem al 9 jaar zien doen. En dat wat we ook proberen te doen dan in dit soort satsangs en online in retretes en dat soort dingen. Is dat we er met z'n allen voor elkaar zijn. En dat soms iemand anders het beter kan zeggen dan ik of dan Swami Jay. Als onze ego's op een egotrip waren, dan is dat misschien moeilijk voor dat ego te slikken. Maar het is juist ontzettend mooi om ieder zijn wijsheid te zien stromen. En dus dan word ik dat alleen maar heel erg dankbaar voor. Want het bevestigt, alle wijsheid zit in ons. Dus het maakt niet uit uit welke mond het uitkomt. En dus soms is het herinneren van, weet je, als iemand in twijfel zit Of bijvoorbeeld, recent was er iemand die zei dat ze aan het knikken, ik wil je naam niet noemen, het gaat online, maar de knikkenbollen tijdens de practice. Weet je, en dus dat is een obstakel die ook hier in de lijst stond. Dat de luiheid in lichaam en mind te verwachten is. En dat je dus soms dan zit voor meditatie. En door de luiheid, door de tamas, in één keer zo, dat je zo naar voren valt en wakker geschud wordt uit je practice. Het hoort er gewoon bij. Dat is iets wat je tegen gaat komen. En het kan op verschillende manieren benaderd worden. En deze sutra is er één van. Ik weet dat ik op gereageerd heb. Nee, dat was tamas. En Dat zijn dus de guna's. Maar ik had net zo goed deze sutra erbij kunnen halen en kunnen zeggen: hey, zie wat er daar staat. Ja, dat ga je zelf tegenkomen. Oké. Nou, daarnaast, tevens is het woord, verschijnen er nog 4 andere gevolgen uit deze obstakels. De reden dat ze gesplitst zijn, dus dat ze niet onder één sutra alle 13 bij elkaar genoemd zijn, is in het eerste stukje van deze is dat daaruit voortkomen, dus uit die 9 die in de Sutra 30 werden benoemd, komen er nog 4 gevolgen uit deze obstakels. Dus alsof het nog niet genoeg was, weet je, dat je al ziek was en dat je instabiel was of dat je twijfelde, kan er als gevolg dus ook nog fysieke en mentale pijn voortkomen. Uit het niet kunnen behalen van je practice of het niet kunnen... Ik ga heel even mijn gedachten afmaken en dan kom ik op dit terug. Dus als je merkt dat je stabiliteit niet kan behouden in je practice of het lukt je niet om iets te behalen, dat is op zichzelf al een obstakel. Maar daaruit voort kan dus ook nog eens de verdriet en de verslagenheid van oh, het gaat me nooit lukken en tevoorschijn komen als zeg maar extra obstakels. Consequentie daaruit voortkomend. Daaruit voortkomend kan je dus ook nog rusteloos. Je kan gaan trillen, je kan angstig zijn. En alles heeft effect op de in- en de uitademing. En dus uit deze 9 komen ook nog eens deze 4. Kunnen eruit voortkomen. Tevens ook nog eens uitgevolgd. Nou heb ik een vraag gemist. Als je het niet kan bereiken, kan je dat ook overwinnen door met doorgaan en de mind te focussen? Juist, absoluut. Dat was de vraag. Als je het niet kan bereiken, dus als je een bepaald stadium niet kan bereiken, kan je dan ook overwinnen door door te gaan met de mind focussen. Nou, mooie brug, dankjewel voor de brug. Want de laatste sutra is dat deze 9 obstakels en hun 4 gevolgen te voorkomen. Dus door dit te doen, voorkom je dat ze überhaupt plaats gaan vinden. Nou betekent het ook niet dat ze dus plaatsvinden. Als ze dus wel plaatsvinden, dan betekent dat je ook hier dus nog niet volledig een expert zeg maar in bent. Want we hebben allemaal wel eens onderbrekingen. Of als ze er eenmaal zijn, kan je ermee omgaan. En dus ook dus overwinnen. En wat heel simpel wordt aangereikt, is eenpuntigheid. Dus om deze 9 obstakels en hun 4 gevolgen te voorkomen of ermee om te gaan, wordt aangeboden om de mind eenpuntig te maken. Train de mind, om te focussen op een enkel object of principe. Soms draai ik dingen op in de zinnen, want dan ben ik te enthousiast in het lezen. Train te focussen op een enkel principe of object. En dus om op de vraag terug te komen, is dat als je een bepaald stadium dus niet kan bereiken, dan betekent dus dat de eenpuntigheid nog niet sterk genoeg is. Dus dit is iets om te voorkomen. Dus het is een hele sneaky manier. Het is niet heel sneaky, want het ligt hier bloot en open aangereikt. Maar het is een herhaling. Het is een extra benadrukking van wat is het allerbelangrijkste om op deze hele weg te bewerkstelligen, om te trainen, om voor elkaar te krijgen, is dat je dus op één object focust. En inderdaad, blijf de hele weg te focussen op de neusbrug van de ademhaling. Is wat Ineke hier ook zegt. Bijvoorbeeld, de hele tijd focussen op de neusbrug met de ademhaling. Dat is inderdaad hoe simpel dit is. Ekagya betekent eenpuntigheid. Je op één ding focussen. En we zullen zien dat het eerste object, als het ware, wat eigenlijk in die hele serie van de 8voudige pad wordt gegeven, is de ademhaling. Natuurlijk ook zitten, hoofd, nek en romp in een rechte lijn en comfortabel en stabiel maken. Maar het is de ademhaling de pranayama, de daadwerkelijk pranayama die in de Yoga Sutras wordt aangereikt, wat vooral en alleen maar gaat over het verstillen en vertragen van de ademhaling. Want daaruit voort komt Pratyahara. Dat is, als je dat doet, dan gaat Pratyahara plaatsvinden. Waardoor er concentratie komt. Waardoor er ekagra, een gefocuste mind komt. Die dan in staat is om op van allerlei dingen te kunnen concentreren. Zodat je erop kan mediteren. Zodat je erop in Samadhi kan gaan. Zodat je met die dus opgebouwde concentratie de kleuring afbreekt. De kleuring weghaalt. Dus het opbouwen van je aandacht, door middel van het leren richten van je aandacht naar één object. De ademhaling is daar waanzinnig voor, wordt ook aangeboden in het pranayama stukje. Want dat gaat de zintuigen doen terugtrekken, waardoor je dus intern, ik doe nou zo intern op dit, maar het is meer in het veld van de mind, je dus geconcentreerd je aandacht naar de verschillende vrittis kan richten, zodat je er gaat achterkomen dat dit niet is wie je bent. Nou lijkt het alsof dus je doet ademhaling, de zintuigen strekken zich terug en dan ga je kiezen waar je aandacht op gaat richten. Nee, dat is niet wat we doen. Door je aandacht op de ademhaling te richten, de ademhaling rustiger te maken, heel traag te laten bewegen, gaat die Pratyahara plaatsvinden, maar gaat ook, dat zouden we kunnen, gaan we in de sutras tegenkomen, in het blokje pranayama. Als je daarna wil kijken, ga vooral gerust je gang, het staat op de website. Maar door die vertragen van de ademhaling en rustiger maken van de ademhaling, wordt ook de muur tussen het bewuste en het onbewuste dunner. Dus dan gaan er vanzelf bewegingen naar voren komen. Daar hoeven we geen moeite voor te doen. Dat gaat vanzelf plaatsvinden. En door dan onaangetast, zonder dat iets effect heeft op je, in die concentratie te blijven, wordt het vanzelf intern steeds helderder dat niks van die bewegingen zijn wie je bent. En lukt dus ook steeds meer om door geen van al die vrittis afgeleid te worden. Zelfs als op een gegeven moment de hele boel dus subtieler en subtieler. Zo subtiel dat je Ananda, bliss, in het veld van de mind tegen gaat komen. Dan zegt Ineke, en dan zeggen tegen de vrittis die opkomen, dit is niet nuttig. Ja, het is niet letterlijk de woorden gebruiken, want op dat moment is Pratyahara er. Dus dan heb je geen woorden meer. Maar het is wel dat buddhi zonder woorden in een wijsheid kan zitten. Dit is niet wie ik ben. Dus je hebt die woorden dan niet nodig. Het is alsof je constant in dat weten rust, dat die wat je ook voorbij ziet komen, dat niet is wie je bent. Zo, nou moest even eruit. Dus er komt doordat we ons leren richten op één object, komt er een concentratie omhoog, komt er een aandachtig zijn en eenpuntigheid omhoog, die inderdaad als een van de eerste dingen gericht wordt naar de ademhaling. We zullen ook zien dat het volgende blokje erover gaat over hoe we die mind kunnen stabiliseren. We zouden die 13 dingen, yakkie dingetjes, kunnen zien dat het de mind niet stabiel is. Dat het uit stabiliteit wordt gehaald door twijfel, door ziekte, door luiheid, dan wordt het uit een stabiliteit gehaald. Het remedie, de oplossing is de mind eenpuntig te maken, zodat de bewuste mind stabiel wordt, zodat de onderbewuste mind naar boven kan komen, zodat we in een helderheid kunnen blijven rusten, dat niks van die vrittis is wie ik ben. Daardoor valt de kleuring weg. En dat je dus inderdaad, zoals je al zegt, Ineke, er niet mee laat gaan. Mee aan de haal laat gaan. Je er niet mee identificeert. Want dat werd in de 4e sutra gezegd. Dat is wat het probleem is. Dat we ons ermee geïdentificeerd hebben. Dus door die eenpuntigheid. Door een kalm, rustige, stabiele mind. Waarin buddhi dus aanwezig is. Waarin buddhi zonder woorden te gebruiken weet wat het wel en wat het niet is. En dat klinkt misschien al heel erg raar. Dat we geen woorden meer nodig hebben. Want dat is manas en de zintuigen. Buddhi, die weet altijd en heeft geen woorden nodig. Dus op een gegeven moment, en ik denk wel dat een hele hoop dit al kunnen herkennen, is dat je in een woordloos weten kan rusten, waarin je weet, misschien beter wat je niet bent dan dat je wel bent, maar in dat onderscheidingsvermogen kan je op een gegeven moment gaan rusten. En dat er dus, als er dus dan dingen voorbij fladderen in het veld van de mind, dat je zonder dat je daar specifiek woorden voor hoeft te gebruiken, die helderheid kan behouden. En ik gebruik nu woorden en ik gebruik ook woorden om dit te communiceren. Maar ik weet dat, zowel zij als anderen inmiddels weten, dat dat niet per se hoeft te zijn dat jij dus in meditatie zit. Oh mind, dit is niet nuttig, dit is niet wie ik ben. Op een gegeven moment komt er wat, daar is binnen een fractie van een seconde is die helderheid, zeg maar, op die beweging geprojecteerd. Nee. En dan zeg ik nog nieuw nee, maar ook dat valt dan weg. En het wordt een heel scherp innerlijk weten waarin je meer en meer gaat rusten. En dus als die jakkie dingetjes plaatsvinden, maar het is dus niet dat we gaan zitten wachten totdat de twijfel omhoog komt. Want het zegt ook om het te voorkomen, oftewel, wat is de basis van deze hele beoefening? Nu gaan we eindelijk in wat moeten we doen? Weet je, wat hebben we nodig om het zelf te realiseren? Dat is eenpuntigheid. En die eenpuntigheid, die kan ontwikkeld worden in de meest simpele instructie die tot nu toe gegeven is, door je aandacht naar één principe of één object te richten. En dat is ook hoe onze hele meditatieserie is opgezet. Eerst leren we de aandacht te richten naar de beweging van de asana. Van de driehoekshouding, van de berghouding. Daarin leer je de aandacht te bundelen naar dit principe. Nu gaan we deze asana doen. Dan leren we de aandacht te richten door een lichaamsscan te doen in shavasana. Waarin je leert de mind om de aandacht door het veld van het lichaam te laten bewegen. Om te ontdekken waar er nog spanning zit. Dan gaan we rechtop zitten, dan leren we de aandacht richten naar de ademhaling. Alles heeft er dus mee te maken om die aandacht te bundelen, te verscherpen en naar één ding te laten richten. En dan, zodat we inmiddels naar de ademhaling gaan doen, ja, dan vervaagt die lijn tussen bewust en onbewust en komen er van allerlei dingen vanzelf, hoef er geen moeite voor te doen. Die zitten daar te wachten achter dat gordijn. Ik wil aandacht. Maar wij houden dat tegen met dat gordijn. Dus als door de ademhaling dat gordijn dunner wordt of even open gaat, dan komen er vanzelf dingen. Eindelijk. Dit, ik ben er ook. En dit wil ik. En dit ben je. En hier moet je aan denken. En dat moet je nog doen. En raak hierin verstrengeld. En dus dat is wat we inderdaad leren. Dus de vragen die je stelt, geeft inderdaad aan dat je heel bewust bent van het proces. En dat is dus ook wat er plaatsvindt. En dus deze 9 jakkie dingetjes met hun 4 gevolgen wordt aanbevolen. Er is nog liefdevol gezegd. Wordt aanbevolen in hoe Swamiji dus hoe het daar heeft opgesteld. Dus wordt aanbevolen om eenpuntigheid te ontwikkelen. Om het te trainen, om de mind, om de focus te leren richten op een principe. Want we zullen in het volgende blokje merken dat we dan naar een aantal objecten gaan. En als ik heel even, want ik weet dat we bij het einde van het uur zijn, maar ook hier is heel leuk. En ik wil dit in 2 blokjes, in 2 satsangs opsplitsen. We gaan eerst volgende week alleen maar deze doen. Want die is zo rijk, zo vol, zo waanzinnig mooi dat we die apart gaan doen. En dan komen er van allerlei specifieke objecten worden er aangereikt om die eenpuntigheid te creëren. Dus de oplossing is, de remedie, de manier om die 9 jakkie en die 13 gevolgen te voorkomen en uiteindelijk dus te bestrijden. En ermee om te leren gaan en het te overwinnen, is die eenpuntigheid. Dan komt er een heel blokje met allerlei voorbeelden. Maar aan het einde van dat blokje, dat is even ook weer leuk. Of Door te contempleren of concentreren op welk object of principe je maar ook fijn vindt. Waar je voorkeur naar hebt, wordt de mind rustig en stabiel. Dus eerst wordt gezegd, hier kan je op, door te focussen, overkom je en overwin je deze 13 jakkie dingetjes. Dan geeft het een hele lijst met allerlei mogelijkheden. Maar het is niet een lijst die vaststaat. Van, je kan alleen maar daar concentreren, alleen maar daar en daar. Het zegt aan het einde, dus letterlijk waar je ook maar op concentreert, wat je ook maar fijn vindt, wat je voorkeur heeft, dat maakt de mind stabiel en rustig. En dat is wat als eerste nodig is op de weg, om die mind stabiel en rustig te krijgen. Dus dat is even voor de volgende 2 weken gaan we ons hiermee bezighouden. Met allerlei dingen die de mind stabiel en rustig maken, want dat geeft eenpuntigheid en dat doorbreekt deze 13 jakkie dingetjes die je vanzelfsprekend gaat tegenkomen op de weg. Dus heel veel plezier met het observeren van je 13 jakkie dingetjes. Dat je die inderdaad vanzelf gaat tegenkomen. Je wenst het niemand, maar het is nou eenmaal wat er gebeurt. Dus daarin ben je volslagen normale yogi als je die tegenkomt op de weg. En blijf vooral doorgaan. Blijf dat vertrouwen vergroten. Blijf de wirya, de energie, de wilskracht vergroten. Blijf herinneren, Smriti, waar de weg over gaat. En dan geleidelijk aan zullen we die eenpuntigheid verscherpen, versterken, verdiepen. En kunnen leren beter gaan richten op subtielere lagen. Uiteindelijk tot het zelf zich onthult. En daar hebben we mee weer de hele weg van yoga. Het zit allemaal weer in die paar sutra's. Bedankt iedereen voor het er zijn.